Het Binnenhof stort in. Het centrum van onze democratie brokkelt af. En nu moet het ruim 5 jaar dicht voor een verbouwing. Kosten 500 miljoen. Dat lijkt veel, maar volgens minister Blok kan het niet anders. Hier ziet u waarom. Het nieuwe Binnenhof biedt een revolutionaire regeerervaring en is van alle gemakken voorzien. In de gerenoveerde plenaire zaal is plaats voor de 150 mensen die het in Nederland voor het zeggen hebben. Achter deze lobbyisten zitten de Tweede Kamerleden in een aparte loge. Daarboven bevindt zich de publieke tribune met 80.000 zitplaatsen. Bij slecht weer kan het dak boven de plenaire zaal worden gesloten. In de oude ridderzaal waren er nog te weinig slaapplaatsen. De nieuwe Alping Ridderzaal biedt plek aan 300 king-size bedden voor een unieke troonrede dream experience met optimaal droomcomfort. Leden van de Staten-Generaal. De plenaire zaal en de ridderzaal worden met elkaar verbonden door de Pechtold Rothschild kunstgalerij met 145 verloren gewaande werken van Rembrandt van Rijn. De nieuwe Eerste Kamer is klaar voor de 21ste eeuw dankzij het unieke ophefsysteem. Met één druk op de knop kan het achterhaalde instituut worden opgeheven, zodat extra bergruimte ontstaat. In de goed geïsoleerde RVD-AIVD-bunker, 5 kilometer onder de Hofvijver, wordt vergaderd door de geheime commissie Stiekem. Ook kan hier de scriptie van Willem-Alexander worden bewaard. De fractiekamers zijn ingedeeld met het oog op de toekomst. Dit kamertje zal genoeg ruimte bieden voor de 3 eenmansfracties Brinkman, Moscovic en de Partij van de Arbeid. Ook de trevenzaal wordt volledig vernieuwd. Alle oude treven worden vervangen door moderne, milieuvriendelijke treven. Het nieuwe torentje van de minister-president is met zijn 854 meter niet alleen het hoogste gebouw ter wereld, maar ook van het hele Binnenhof. Bij helder weer heb je een adembenemend uitzicht over de Golf van Biscayen. Van spuigatenarchitecten. Passie voor parlementsgebouwen.